bijna weer vergeten, hè? Mijn dagelijkse dwaalhaas art vlog. Maar ik heb vandaag een keer iets anders laten zien dan een schilderijke, want ik schilder natuurlijk wel veel meer. Dan zien we over mij op de achtergrond allemaal. Heel mijn huis hangt vol met mijn eigen werk. Maar ik wat ik vandaag ga laten zien, staat boven. Even kijken hoor. Fucking hell. Nou, dat is één poot ervan. Er zit wel een lading stof op. Echt stof, niet je afhalen. Wat ik vandaag wil laten zien is dit kastje. Kijk. Dat is een gewoon kastje. Daar heb ik een slang op geschilderd met een appel. Bij het water die in een boom zit. Ja. Ja, dat is echt wel stoffig. Ja. Ik laat mijn schilderijken en de dingen die ik maak natuurlijk niet zien omdat ik ze wil graag wil verkopen of omdat ik er geld aan wil verdienen. Maar dit is een van de kastjes die ik geschilderd heb, opgeschilderd heb in mijn stijl. En ja, dat is een paradijskastje. Het is eigenlijk een kastje wat je naast je bed neerzet. Dus een nachtkastje of wat dan ook. Maar ik noem het een paradijskastje. Kijk, ik heb de klink gemaakt van een oude tak die ik hier in het bos gevonden heb. En dat is om naast je bed te zetten om je seksspeeltjes in te leggen. Ja, het is misschien stom dat ik dat een paradijskastje noem. Kijk. Ik kan hem opentrekken aan de klink. En het is gewoon een bijzetmeubeltje voor in de slaapkamer. Kijk, aan de zijkanten. Die zijkant. Ja, en dan ben ik natuurlijk net zo stom als, hoe heet die kunstenaar? Damn, hij is bijna net zo goed als mij. Die ook die huizen allemaal geschilderd of gemaakt heeft. Ken hij? Rietveld. Hey, die schildert ook nooit de onderkant. Maar dat zie je toch niet. Nou, dat doe ik dus ook niet. Dingen die je niet ziet, hoef je ook niet te beschilderen, toch? Ja, dat is mijn paradijskastje. Nou, heb ik weer een filmpje. Hè? Dat is dan mijn zesde filmpje. Zesde filmpje op mijn dwaalaardblog. Nou, de volgende keer laat ik veel meer zien, want zoals je ziet, ik heb nog zat werk. Meer als zat werk to go, om nog even uit te lichten. Hé, dat was je voor vandaag. De dwaalhaas paradijskastje. Het dwaalhaas paradijskastje. Ga de achterkant nu even laten zien. Ja joh. Zoveel werk. Hé. Hey. En als ik iets verkoop, moet er even langskomen. Want alles gaat tegen elk aannemelijk bod. Hè? Dus ik schilder niet voor de knaken. Ik schilder gewoon voor mijn plezier. En alles wat het oplevert, die gaat naar Stichting Dwaalhaas. Ja, dat kan je opzoeken bij de Kamer van Koophandel, Stichting Dwaalhaas. Maar je kunt ook even kijken op www.dwaalaard.nl. Of gewoon via de dwaalhaas.nl site of whatever. Hey, filmpjes was weer lang zat. De groetjes, hi hip.